Hallo, mijn naam is Mika. Ik ben van Jong TV interviewen. Vandaag ga ik de stad in, kijken hoe goed mensen Hoogeveen kennen. Ik ben nu zelf ook in Hoogeveen. En mensen werken Hoogeveen, de vragen goed van Hoogeveen hebben, die kunnen een prijs ophalen bij Contourclick. Kijk gezellig mee. Tje? Ik heet Roseline. Ken je Hoogeveen? Ik denk het wel. En waarvan? Ik weet niet. Hoe oud is Hoogeveen? Ik heb geen idee. Doe een gokje. 800 jaar oud? 388 jaar. Oh. Hoe heet Hoogeveen vroeger? Ik heb echt geen idee. Het Hoogeveen. Oh. Dat was in 1792 en in 1795 werd het laat Hoogeveen. Hoeveel inwoners had Hoogeveen in 2023? 32.000? 56.000. Hoogeveen heeft 9 dorpen. Kunt u ze alle 9 opnoemen? Is best een dorp? Ja. Ik heb geen idee. Het is Elum, Fluitenberg, Hollandse Veld, Nieuwe Oort, Nieuwlanden, Noordse Schut, Pessers, Thuisland, Tiendeveen. Oh ja. Hoeveel voetbalverenigingen zijn er in Hoogeveen? Drie. Klopt, kunt u ook ze alle 3 opnoemen? HZVV, is dat er één? Ja. Volgens mij was er ook één in Pessen, maar ik weet niet hoe die heet. Ik heb geen idee. VV Hoogeveen en VV De Weide. Oh ja. Op 6 januari is een Protos Wering voetbaltoernooi gewonnen. Weet je ook welke? Nee. VV Hoogeveen. De allerbelangrijkste vraag is, ken je de YouTube-kanaal van Hoogeveen? Nee. Dat zijn wij, Jong TV. Oh. Ja. Ga je abonneren? Ja. Oké. Nou, dankjewel dat je mee wou doen en tot de volgende keer. Hallo, vonden jullie dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog en u onabonneren. En check ook de andere video's. Tot de volgende keer.